Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog. 1, 2, 3, fuck it! Het is vandaag zondag. Ik heb mijn haren niet gedaan. Ik heb er gewoon een beetje zo'n speld in gestoken. En gewoon gewassen. Die zijn nog zo bekkig als ik altijd heb. We gaan op babybezoek vandaag bij kleine Louis. Ik kijk er super hard naar uit. Ook om Celine te zien gewoon. En ik. Okay, ik heb die pas vorige week nog gezien. Donderdag en het is vandaag zondag. Maar toch, ik kijk er echt naar uit. Om alles te horen en de kleine, grote Louis te zien. Hoe hem eruit ziet in het echt en zo. Dus gaat fijn zijn. Goedemorgen. Het is. Wat zijn we vandaag? Maandag. Ja. Ik heb gisteren niks gefilmd bij Louis. Ik was helemaal. Blij om Louis te zien in the moment. En met Celine en ik aan het praten en Noahtje. En ja, gewoon even. Ja, het was heel fijn. Het is echt een schoon manneke. Zo cute. I love him already so much. Hij is echt zo schattig. En ik vond wel best dat de grote echt goed meeviel. In het echt, op foto vind ik dat hij er groter uitziet. Maar ja, hij is ook zo gewoon. Hij is groot, maar hij is wel mooi in proportie. Dus het lijkt gewoon al een babytje van 2-3 maanden in de plaats van pasgeboren. Maar hij is zo cute. Ik zal ook nog even een paar fotootjes toevoegen nu. Oké, en dan is het nu maandagochtend. Ik ben nog altijd in mijn badjas. As you can see, ik denk trouwens dat ik Niels zijn badjas per ongeluk aan heb. Ja. Maar ja, dat is niet erg. Hè. Het is allemaal hetzelfde. Buik is goed aan het groeien. Ik ben vandaag 32 weken. Dus nog 8 weekjes te gaan. Kijk er naar uit. Ergens hoop ik nog 6 weken. Dat klinkt al zo nog beter. En ik zou wel 2 weken of toch een week vroeger willen bevallen. Omdat het dan sowieso niet op kerst gaat zijn. Maar kunnen we toch niet voorspellen. Dus we shall see. Ik had nog een paar dingen van de H&M besteld. Van de mama collectie. Dat kan die even. Passen. Als eerste heb ik nog een zwangerschapsjoggingsbroek besteld. Zit hier geen band aan? In het donkergrijs. Dat is deze, want ik heb eigenlijk maar 1 joggingsbroek. Ik ga dat even passen terwijl, sorry. En dat is een lichtgrijze. Als die in de was is, dan heb ik geen. Oh ja, zalig. Oh, dat is een goeie. Yeah, buddy. Oh, trouwens, mijn. Oh nee, dat is toch geen vlek. Maar ik heb al best wel melk uit mijn rechterborst. Dus ik dacht even dat ik een plek had. Na een week in de douche. Sorry. If you see my nipples, maar dat is menselijk, hè. Een week in de douche kwam er echt zo 2 druppels uit. En ik dacht echt. Oké, maar ja, oké. Ik kan geen kwaad. Het is normaal. Dat is een goed teken natuurlijk dat mijn melkproductie al goed op gang is. Ik weet niet of jullie de jogging zien. Ik zal even zo laten zien. Oké, dit is hem. Een donkergrijze. Zit wel heel goed. Oh, mijn gat is best wel dik geworden. Maar ik heb ook wel best wat streamen op mijn poep.
Mijn buik is natuurlijk ook dik aan het worden. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. Ja, zit goed, oké. Okay. Dit is al sinds al een fijne joggingsbroek. En dan is een donkerder kleurtje. Als ik dan op woensdag of zo bij de schoonouders ga eten. Dan met een groot t-shirt erover is dat wel nog oké. Okay. Dan heb ik ook nog een ribbelpak of zoiets. Ik weet niet juist hoe dat eruit ziet, maar eens kijken. Heb ik ook besteld. Ook voor zwangerschap, inderdaad, is dat op medium. Ik heb de jogging trouwens ook op medium. Maar toch kleine ribbeltjes. Een zwarte legging eigenlijk gewoon. En een zwarte blouseje. Oké. Okay. Gonna try it. Mijn blusje zit wel goed. Kijk, ja, die broek ook even aan. Nu maar misschien even hier staan. Moeten jullie niet op mijn andere broek zien. Ja, dat is echt gewoon een legging eigenlijk met een band. Wel vrij dun. Ik dacht dat dat dikker ging zijn. Zo cozy voor de winter. Maar toch niet. Oh, oké. Okay. Ja, gewoon een zwart. Lekker zwart setje. Nou, leuk. Nou, dat zit wel goed. Het enige is nu wel, dit heb ik in het zwart genomen. En hier thuis met de katten, zeker met mijn witte kop, Milky, is dat niet zo slim, zwart. Want dan zit je alle kattenharen erop. Oh, maar dat zit wel goed. Ik ga dat misschien zelfs aanhouden voor naar kantoor te gaan met een jas erover. Wel even een BH aandoen, een fatsoenlijke BH. Met een langere jas erover. Lekker chill. En dan heb ik nog twee voeding BH's. Want dat had ik nog niet. Dus ik ben benieuwd. Zo'n zwarte. Voelt wel heel fijn, heel zacht. En een beige, maar ze zien er wel groot uit. 80C. Ik weet het niet. Als die gaan passen. Maar ik denk het wel. Ik ga ze direct aandoen. En dan heb ik ook nog een pak van die bonnen onderbroeken gekocht. Omdat ik hoorde dat dat na de bevalling echt top is. Ook in het medium. Allee, bomma onderbroek. Ik weet dat velen gewoon zo'n onderbroeken elke dag dragen. Maar ik ben the woman of the strings. Ik draag het liefst strings. Dat zit gewoon het beste, vind ik. Maar ja, oké. Okay. Dit voor na de bevalling, hè. Dan kunt u daar zo lekker zo'n pampertje in leggen. En dan een good to go. Die ik wel heb gewassen. Oké, dat was mijn H&M haul. Ik zal misschien die zwarte BH nog eens aandoen. En als het oké is, kan ik het jullie laten zien. Want ik weet dat mensen daar wel geïnteresseerd in zijn. Als ze zwanger zijn ook. Wat goed zit en wat niet goed zit. Ik krijg er trouwens vaak de vraag over op Instagram. Waar ik zwangerschapskleren haal. Maar ik draag eigenlijk nog heel veel gewone jurkjes. Van Totally Tour bijvoorbeeld. En dan daarnaast, also van die strakke, maar met stretch. En daarnaast heb ik wel een paar zwangerschapskleren. Ik heb twee zwangerschapsbroeken. En dan nog een paar zwangerschapskleedjes, denk ik. En die zijn allemaal van H&M, de Mommy collectie. Omdat ja, H&M is niet duur. En voor die tijd dat ik dat draag, vind ik het niet dingen. Allee, wil ik gewoon niet te veel geld uitgeven aan kleren. Dus daarom vandaar. En de kwaliteit is ook wel gewoon goed. Oké, ik dacht dat de BH wat groot ging zijn. Maar hij zit eigenlijk wel heel goed. Heel comfortabel. Zou ik nu al wel kunnen aanhouden. Dat zit eigenlijk echt wel goed. Zo, hij is, ja, hoe noemen ze dit?
wel voorgevormd, maar niet gepijt. Dus ik zie nu wel mijn tepels. Maar ik heb gewoon permanent stijve tepels. Allee, stijf, ja. Mijn tepels zijn er altijd uit, zal ik het zo zeggen. Dus, maar dat heb ik altijd al. Maar ja. Ja, zit wel goed. En dan heb je hier zo'n klepje. Dan weet ik nog niet hoe dat werkt. Oh, zo, oké. Okay. Dan kun je hem zo open doen. Hè. Ik ga dat nu niet doen, maar... Oh god, dat lijkt me thans niet gemakkelijk. Als je dat dan moet doen zonder te kijken. Ah, jawel, ik heb het. Oké. Okay. Dan kunnen we nog wel wat oefenen. Oké, zit wel goed. Ja, oké. Okay. Zit goed, stevig. Die ga ik houden. Het is natuurlijk niet de mooiste BH of niks met kant of tralalakjes, maar het is wel een goede BH. Het zit gewoon goed. Oké, ik ben helemaal set, hè. Laat de baby maar komen. Come on. Nee, nu nog niet. Het is nog te vroeg. Maar het duwt zo hard. Al heel de tijd echt naar voren. Mijn buik steekt echt zo hard uit. Een week vroeg ook iemand weer, oh, het is voor bijna zeker, hè? Ik dacht, nog 2 maanden. Nog 2 maanden, mens. Maar ja, ik snap het wel. Ik sta ook wel echt zo, de hele tijd. Omdat dat gewoon het meest comfortabele voelt. Maar eigenlijk zou ik mij recht moeten zetten en zo moeten staan. En dan is mijn buik ook wel een pak minder dan dat ik zo sta natuurlijk. Maar ja, dat is gewoon het comfortabelste. En ja, nog 2 maandjes. Het zal er sneller zijn dan gedacht. Volgende maand, binnen de 20 dagen of zo denk ik, ga ik de kerstboom opzetten. Want dan is het midden november. Ergens ga ik dat doen. En dan is het niet meer lang, hè. Tot onze baby boy komt. Super benieuwd. Zeker nu ook al dat Louis is geboren. Is het echt zo van... Allee, eerst was met de vriendinnen die we zo zwanger waren, Charlotte. En dan wist ik, oké, okay, Charlotte, dan is het nog 2 dikke maanden tot Céline. Ertussen zat dan ook nog mijn andere vriendin Sanne. En dan was het zo nog ook... Ja, het was ongeveer dezelfde tijd als Charlotte. En dan, ah nee, dat is niet waar. Sanne is eigenlijk maar een maand verschil, denk ik, met Céline. Ja, iets meer dan een maand. En dan wist ik als Céline bevalt, dan is het eigenlijk nog 2 dikke maanden. En dan is het aan mij. Dus, spannend. Oké, ik ga even alles hier opruimen. Een kriebel aan mijn keel. En dan ga ik naar kantoor. Het is ondertussen al 10:30. Ik wil om 10:00 op kantoor zijn. Maar ja, ik ben alleen, dus uiteindelijk maakt het echt niet uit om hoe laat ik naar kantoor ga. Ik kan er gewoon helemaal zelf kiezen. Dus ik ga mij aandoen. Of ik ga dit gewoon aandoen. Maar ja, die BH misschien nog niet. Ik ga die wel eerst wassen en zo. En die ga ik wel echt houden voor als ik bevallen ben. Wat setje ga ik misschien wel aanhouden, dat zit keigoed. Ja, dat ga ik doen. En dan ga ik naar kantoor, pakjes maken. Ik ga ook eens kijken voor al de collecties die we hebben. Want volgende week ga ik shooten met... Ik weet niet wie we volgende week hebben opstaan, Femke of Joy. Ik denk nog 1 keer Joy. En dat we dan door de kerstcollectie met Femke... wouden shooten. Allee, de feestcollectie. Maar ik ben niet zeker. Dat is wat ik in mijn hoofd heb. Zo. Dus dat ga ik ook nog doen op kantoor. Het zal wel een paar uurtjes op kantoor worden. En daarna kom ik thuis nog wat fotoshooten. Want ik moet nog deze week... heb ik 2 grote opdrachten die ik moet shooten. Maar komt goed. Nieuwe week. Nieuwe kansen, nieuwe goals. Ik voel me echt goed vandaag. Het weekend was moeilijk. Vorige week was moeilijk. Ik heb afgezien. Mentaal een beetje vooral eigenlijk. En fysiek. Maar deze week voel ik me echt goed.
Dus, allez, vandaag. Maar dat gaat heel de week blijven. Dus, let's go. Ik ga toch ook snel eens kijken als ze dit setje nog in een andere kleur hadden. Ah, hier. Ah ja, in het grijs. Misschien moet ik dan het grijs ook bestellen voor thuis. Medium. Oké, aankoop voltooien. Dan krijg ik nog een code. En dan. Dat komt hier meestal. Voilà. Hebben we weer iets gekocht. Ja. Maar ja, ik heb dit setje in het grijs besteld. Oh, zo snel gaat dat tegenwoordig, hè. Echt 5 minuten. En je hebt online besteld. Hè. Je hoeft zelfs zo niet te betalen. Dat is zo met Klarna. Of noemt dat? Dus dat je zo achteraf kunt betalen. Dat doe ik altijd bij H&M. Dat is wel handig. Want dan heb ik dat gepast. En als het dan goed is, dan betaal ik dat. Ik heb dus dat setje in het grijs dit. Dat is wel fijn voor thuis. Dan haak ik dat niet vol met kattenhaar. Want ik zie nu al witte haartjes. En dan kan ik dit aandoen voor het openbaar. Nee, openbaar. Om eens naar de winkel te gaan. Of zoals nu naar kantoor. Ik zit toch maar alleen op kantoor. En dan heb ik ook nog een zwarte kanten. Voedings-BH. Met kant. Oké. Let's go. Off to the office. Even kijken als ik zelf iets ga houden. Ik vond deze wel heel cute, maar misschien toch in het zwart. De mouwen zijn ook leuk, dat die zo wat baggy en zo, ja, noem dat, zo losse sleeves zijn. Ik denk dat ik deze ga houden, maar dan in het zwart. Oh, denk ik, of toch in het beige. Oké, nee, toch in het zwart. Tell me you love me for tonight. Tell me you love me for your life. Tell me you love me, you need me, you want me to touch you. You love. Ben terug thuis van de winkel. Oh my. Rugpijn. En ik heb veel meegebracht. Ik zeg dat elke keer, maar sinds ik in de Lidl ga, ik verschiet er echt van hoe goedkoop het is. Dus, ja. Ik ga even alles uitpakken en terugsturen op Niels en Celine, want die hebben mij nog gestuurd. Ze hadden in de Lidl trouwens echt heel veel zo Halloween stuff. Dus Halloween is het weekend wat nu komt, denk ik. Zondag is de 31ste, als ik goed zit. En ik dacht, ik pak dat mee, want we gaan gezellig onder ons 2 Halloween avondje doen en een film kijken ofzo. Dus ik heb popcorn, gewoon zoete popcorn, in een Halloween doos. Ik heb zo aperitief hapjes, dat hadden we gisteravond gegeten, maar niet de lekkere. We waren erover bezig dat dit echt zo de lekkerste aperitief hapjes zijn voor in de oven. En ik zag dat en dacht, ik pak dat mee. Dan kunnen we dat bij onze Halloweenavond eten. Dan heb ik nog zo pasta, Halloween pasta met pompoentjes en spinnetjes en doodskoppen en zo. Vind ik super leuk. Dan ga ik tomatensaus maken en dan maak ik pasta. Halloween chips in de vorm van, wat zijn dat, vleermuizen? Bats of vleermuizen. En dan ook nog even Halloween chocolade balls. Zo oogjes. Dan ga ik die in een kommetje doen. En dan had ik ook nog deze
sturen tanden gewoon. Ik weet dat Niels dat graag eet. Dus die kunnen we er wat bij doen. En dan kunnen we dat volgende week, in het weekend doen. Kijk, gezellig. En voor de rest ook gewoon eten voor deze week. Time for lunch, dus het is al 2 uur. Hoog tijd. Ik heb 2 bruine toastjes met avocado en dan 3 eikens met spek. Yummy! We hebben echt weer super veel eieren. Sinds onze bloedmeid weg is bij de kippen, leggen ze terug echt 2 à 3 eieren per dag. Dat is echt super veel. Ik heb zo net mijn content geshoot die ik vandaag nog moest shooten. En nu ga ik mijn foto's bewerken. Ik zet mij op de grond aan de zetel op een kussen. Dat is echt mijn, ja, mijn spot nu. Dat is het gewoon het makkelijkste. Ik heb al mijn foto's op mijn gsm. Ik ga ze nu selecteren en bewerken allemaal. Ik denk niet dat het zo lang gaat duren. Maar even werken. Het zijn niet zoveel foto's. Het was voor een story reeks. Dus ja, papa. Tell me you love me for tonight. Tell me you love me for your life. Oké, mijn foto's zijn aan het renderen. Ik gebruik trouwens altijd Lightroom voor mijn foto's. En alle presets die ik gebruik zijn altijd van Totally Too. Momenteel gebruik ik het Fallback, denk ik. Dat ik aan het gebruiken ben. Dat heeft zo'n meer roestige, oranje, warme tint. Maar op deze foto's... Dit is bijvoorbeeld een foto. Kijk niet als jullie het goed gaan zien. Ik zal mijn helderheid even inzetten. Maar als je dan op deze foto ziet, dit is voor en na. Hier heb ik gewoon echt een hele natuurlijke filter over gezet van het All Day Pack. Want met die te warme filter, met al dat goud en zo op de foto, was dat niet mooi. Nu ga ik mijn foto nog... een WeTransfer zetten in een bordje. En dan ga ik die doorsturen en nog een beetje werken. Het is nu 4:30. Ik heb het meeste voor vandaag gedaan wat ik wou doen. Ik wil wel nog soep maken. Dus dat ga ik, als ik klaar ben met dit, ga ik soep maken. Ik moet ook nog een paar kinderkleertjes wassen. Dus dat ga ik eventjes doen. Stenken, want sommige, het zijn wel verschillende kleuren. Ik heb lichte items, maar ik heb ook een donkere. Dus ik ga even kijken wat ik samen ga gooien. Als ook tetra doeken. Ik had er nog maar eens bij besteld bij de Hema. Het zijn gewoon... een beige en dan zo'n roestkleur en een okergele met driehoekjes en cirkels en maantjes en vierkantjes. Dan zijn badjasje ga ik ook al wassen. Dan hebben we dat ook en dit, oh cute, dit is wel voor iets ouder denk ik, 6 maanden. Kijk, stampertje van Disney van
de tante van Niels gekregen. Super schattig. Ook, oh, dat vindt ze in de doos. Ook zo'n slabbetje. En een knuffeldoekje erbij. Echt te cute. Babydingen zijn zo cute. Echt waar. Oké, dan heb ik hier nog een doekje. Deze ga ik uit de andere was steken. Dan heb ik nog een dekentje. Deze heb ik van... Oh, waar heb ik deze mee? Van de Zeeman, denk ik. Een van de eerste dingen die ik heb gekocht. Echt zo'n vliesdekentje met een beertjesgezichtje. Ik weet niet als je het goed ziet. Alleszins. Heel cute. Dan ga ik dat allemaal opzetten. Nog een paar handdoeken. Nog een knuffeltje. Deze hebben we denk ik van Niels zijn mama en stiefpapa gekregen. Zo'n heel schattig koalaatje. Cute. Hier zijn ook nog handdoeken. Die heb ik van mijn mama en papa gekregen. Oh, ik zie hem echt al. Met dat beertjeskapje. Dat is toch gewoon echt te lief allemaal. Can't wait to have my baby. Maar oké, nog even volhouden. Nog even genieten van kindloos te zijn. Oké, sommige dingen zijn wel te donker om erbij te steken. Dus die ga ik wel apart wassen. En hier heb ik ook nog een heel deel tetradoeken. Deze heb ik trouwens echt gewoon van de Action. En ik vind die super mooi. Ik weet niet of je dat zo ziet. Zo misschien. Girafjes met zo okergeel en hartjes. Die zijn trouwens echt heel groot ook. Dus echt wel super handig. Ook als je borstvoeding of zo wilt geven of gaat geven. Wat ik ga doen. Dan kun je dat zo over je smijten. En daarvan heb ik ook zo waslapjes van die Tetra waslapjes. Ook super schattig, ook van de Action. Echt goedkoop. Dus het hoeft niet allemaal zo duur te zijn, denk ik, voor een baby. Want ze zeggen wel, het is super duur. En ja, oké, een kind is wel duur. Daar ben ik zeker van. Maar het hoeft niet natuurlijk. Je moet niet alles van chique babywinkels hebben. Je kunt ook gewoon echt wel spullen kopen in de Zeeman en in de Action en zo. Want die gaan er ook zo snel uitgroeien. Dus dat zijn allemaal opties. Oh, deze vind ik ook zo schattig, deze tetradoek. Dat is ook zo'n hele grote. Dat is ook een van de eerste die ik heb gekocht. Dan kun je ook zo ze in swaddelen, zo inwikkelen. Oké, machine. Ik heb trouwens deze erin. Ik denk dat ik dat heb laten zien in een vorige video, maar ik weet het niet meer. Pregnancy brain. Maar dat is Le Chat Bébé. Dan doe ik zo een dop. Een goede dop. Geef ik erin. Voilà. En dan gaan we dat opzetten. Mijn wasmachine heeft trouwens een stand. En die stand noemt echt baby. Babykleding noemt de stand. Babykleding. Maar dat is eigenlijk wel... Allee, langs de ene kant vind ik dat goed. Want ja, ik was daar nu dan de babykleertjes op. Maar langs de andere kant is dat ook toch best confronterend. Want er zijn genoeg mensen die... struggelen of die geen kinderen kunnen krijgen en wel kinderen willen. En dan als je wasmachine opzet, zie je zo elke keer staan babykleding. Ik weet niet, ik vind dat ergens een heel raar gegeven, maar ja, waarschijnlijk hebben niet alle wasmachines dat. Maar ja, mijn heeft dat dus. Okay. En dan staat er echt zo best groot babykleding. En die babykledingfunctie lijkt mij dan ook zo'n programma op je wasmachine. Ja, wat je maar soms gebruikt. Natuurlijk als dat baby is,
of voordat je bevalt om je kleertjes te wassen. Maar daarna heeft dat zo geen nut meer. Dus ik snap niet waarom we dat niet gewoon op een gewoon programma zouden wassen. Oké, ik ben te veel aan het nadenken waarschijnlijk. Ik ga soep maken. Tell me you love me, you need me, you want me to touch you, you love me. Tell me you love me, tell me again. Soepje staat op, het is courgettesoep met rode ui, is dat rood wat je ziet, en met munt erin. Zelfs nog mixen, maar die moet nog doorkoken. En dan doe ik er ook nog wat van die alprosoja bij. Ja, wilt je ook graag iets zeggen? Wat wilt je graag zeggen? Hè? Zeg het maar. Oh, is dat echt? Heb je deze middag spek mogen eten van mij? Gespekjes gekregen deze middag. Was lekker, hè? Zijn je nu alweer aan het schooien? Maar ja, ik heb alleen maar groenten. Dat heb je niet graag, hè? Dat tongske. Kijk, dat tongske. Ik ben klaar met de soep. Niels ook thuis. En ik ga heel even nu een vlog kijken. En mijn zwangerschapstas, of je noemt dat bevallingstas, ga ik eigenlijk zo die dingetjes in zo van die diepvrieszakjes steken. Ik zag dat velen dat aanraden en ik dacht, dat is wel een goed idee. Dit is trouwens mijn tas. Echt de mooiste tas ever. I love it. Dit is de mommy bag en deze is van Child Home. Dit is de nieuwe collectie van dit jaar. Ik heb de beige met gouden letters. Ik heb die ook zo, vorig jaar denk ik hadden ze die met Teddy. En ik weet, Celine heeft een gewone, even zwarte en zo. Ze hebben elk jaar wel zo'n nieuwe. En ik heb nu deze van dit jaar. I love it. Goedemiddag iedereen. Het is... Elke dag zijn we dinsdag. Het is 20:20. Een kwart voor één. Ik ben net terug van kantoor. Heel de vanmiddag op kantoor geweest. Ik heb proberen heel veel foto's te maken. Voor stories en zo. Ik heb kortingen ingesteld voor het weekend. En zo van die dingen allemaal. Maar nu heb ik honger. Dus ik ga soep eten. Ik had gisteren die courgettesoep gemaakt. En daarbij ga ik een toastje eten. Een volkoren toastje met Caprice des Dieux. Dus des Dieux. Caprice des Dieux. Oké. Maar die kaas mag als je zwanger bent. Dat gaat lekker zijn, dat gaat smaken. Ik heb vandaag terug mijn zwart pakje aan van de H&M. Gewoon hetzelfde als gisteren. Ik heb gisteren echt de hele dag aan gehad. S'avonds in de zetel ook, maar dat is echt chill. Ik ben echt blij dat ik dat heb. En ik ben ook blij dat dat ook nog in het prijs gaat komen. Lekker chill. Toastjes smeren. Milky staat hier al, of course. Die wil echt altijd eten van wat dat ik maak. Sorry trouwens als er veel lawaai is, maar het wasmachine staat op. Ik ben nog die tetra doeken, zo de donkere kleuren aan het wassen. En dan heb ik alles ook gewassen voor de baby. Maar onze kasten zijn er nog steeds niet. Even zien wat we daarmee doen. Het zou eind oktober, begin november nu zijn. Dus ik ga nog denk ik een tweetal weken, drietal weken misschien wachten. Maar als we dan nog niet er is, dan ga ik dan misschien afzeggen die bestelling. En dan gaan we in de IKEA waarschijnlijk gewoon kasten halen. Gewone witte. Dus dat is ook altijd goed gewonnen. Dus daar is het plan. Maar we zullen zien, want ik weet dat in de IKEA ook best wel heel veel is uitverkocht. En heel veel niet in stock is.
door de corona maatregelen, alleen door corona gewoon. Dus ja, moeten zien. Maar ik ga nu eten. Ik was gisteravond trouwens een nieuwe show begonnen, die ik wel echt tof vond. En ik denk dat die, Frankie en Grace, of Grace en Frankie, ik weet het eigenlijk niet meer juist. Maar daar ga ik nu een aflevering van kijken. Gezien de gynaecoloog heeft gezegd dat ik meer rust moet hebben, probeer ik nu wel echt 's middags bij mijn eten gewoon echt een afleveringsje van iets ga ik kijken en dan daarna terug aan de slaagjes kijken hoe het noemt. Grace and Frankie noemt het. Maar ik denk wel dat veel mensen dat kennen. Maar ik heb gisteren 2 afleveringen gezien. Ik vond het wel leuk. Ik ga nu even een kwartiertje liggen. Want ik had net weer even een harde buik en best wel wat krampjes. Ik was begonnen terug met foto's maken en mailtjes doen. En ik had nog 2 calls voor het werk. Dus dat heb ik gedaan. Maar nu ga ik even een kwartiertje me liggen. Niet echt slapen op een kwartier, dat gaat niet. Maar gewoon even rusten. Liggen en mijn ogen toe doen. En mijn wekker zetten. En dan ga ik daarna weer verder. Ik hoor ook net dat mijn wasmachine klaar was. Dus dat wil ik nog ophangen. Ik heb ook nog op de tafel een hele berg plooi werk van was liggen. Dus dat wil ik ook nog doen. Maar ik moet ook nog 1 foto maken voor een klant. Daar was ik net mee bezig. Maar toen dacht ik, ga maar even liggen. Dus dat is de planning nog. Oh, ik haat dat dans, want ik voel me zo lui nu. Maar ja. Alles voor de babyboy. Goedemorgen iedereen. Ik ben ondertussen de vlog aan het editen, as you can see. Want het is woensdag. En de vlog moet vandaag online. Dus ik ben eraan bezig. Ik ga hier dan ook de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Dat helpt ons echt. Laat ook een leuke comment achter. Ik weet dat ik weer heel veel heb gepraat in deze vlog. Oh, ik praat zoveel. Maar ja. That's me zeker. Ik zal proberen sowieso een volgende vlog wat meer te laten zien dan alleen te praten. Maar voor nu, ciao kus bikes en dan zie ik jullie snel weer.